Nou, mijn naam is Olaf Hermes en ik ben Jumbo-ondernemer van deze mooie winkel in Harlingen. We zijn 3 weken dicht geweest om zeer intensief te verbouwen. Er is een heel stuk bij aangekomen. De opening was erg leuk. Mijn kinderen, Timo en Ties, die hebben een ballon doorgeprikt als startsein om open te gaan met deze mooie winkel. Wat ik mooi vind aan een winkel is als je binnenkomt dat gelijk de aankleding heel mooi is. Je ziet allemaal herkende plekjes van Harlingen en ja, alles is heel mooi gespiegeld en prachtig. Wat een ruimte, wat klantvriendelijk. Je kan elkaar goed passeren, zeker in deze tijd. En het is zo'n stuk groter geworden. Dat heb je misschien niet direct door, maar als je hier altijd komt, dan weet je, ja, er is behoorlijk wat meters bijgekomen. En wat is dat lekker winkelen. Dus we kunnen nu eigenlijk wel zeggen dat we hetzelfde doen wat we deden, alleen met veel meer assortiment, met nog meer ambacht, met veel meer ruimte, brede gangpaden. Een heel mooi vers plein ook, daar staan we hier middenin. En wat je natuurlijk ziet is dat we gewoon als Jumbo gewoon een heel aantrekkelijk aanbod voor de klant hebben. Totaal vind ik in de winkel dat de indeling gewoon heel prachtig is. Het is heel overzichtelijk en je kan makkelijk je artikelen vinden. Het is echt perfect. En ja, we hebben heel veel toeristen hier, dus wat wij heel belangrijk vinden is ook gekoeld bier. Want vaak kom je hier al met een volle auto en dan kom je op een camping of dan kom je in de haven. En dan heb je geen ruimte meer voor een gekoeld biertje of een koud flesje wijn. Maar die staat hier gewoon klaar in een hele grote walking fridge. Dit is wel het soort winkel waarmee wij echt denken de komende 20 jaar verder te kunnen. Gewoon een goed oppervlak, dominant in zijn marktgebied, dus hier zijn we hartstikke trots. Goede ondernemer, nou, wat wil je nog meer? Het resultaat van de winkel, echt ja, verbluffend. Ik vind het een genot om door de winkel te lopen. Ik ben zelf een enorm liefhebber van koken en lekker eten. En als je dan op zo'n manier een winkel neer kan zetten, dat je de klant zoiets moois kan bieden om lekker te gaan koken, om gewoon inspiratie te krijgen om wat je moet koken, ja, dat is gewoon geweldig. Dat is echt mijn vakgebied. Hoe ik het vind om op de schermen te staan? Nou, Olaf heeft mij een aantal jaren geleden dat gevraagd. Hij zei, jij komt uit Harlingen, dus kun je ook de weerswachting verzorgen voor mijn winkel. En nu is het zo'n mooi plaatje geworden. We hebben zo ons best gedaan met z'n allen. Als hij dan af en toe op de schermen voorbij kijkt en hij ziet zichzelf een weerbericht presenteren. Ja, dat is gewoon helemaal fantastisch, denk ik. Ik vind dat het winkel echt met de tijd meegaat, met die schermen. Schermen zijn goed gelukt. Ja, absoluut. Top. Narrowcasting is gewoon heel erg belangrijk, omdat je met bewegende beelden meer kan laten zien dan een paar abstracte reclameborden. Nou, op deze manier kunnen we echt laten zien waar een product gemaakt wordt, waar het vandaan komt. En zo een klant laten ervaren dat het gewoon uit de buurt komt. En wij denken dat het gewoon onderdeel is van hoe winkels er in de toekomst uit gaan zien. Je ziet toch dat het steeds digitaler wordt. Het scheelt ook een hoop gedoe. Je hoeft niet altijd meer allemaal kartonnen bordjes winkels in te rijden. Dus wij zijn daar groot voorstander van. De totale beleving van de winkel die moet natuurlijk hartstikke goed zijn. Dus zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Dus voor de kinderen iets leuks te spelen. En voor de volwassenen uiteraard een hele mooie winkel met heel veel beleving.